Goedenavond. In Zuidelijk Afrika is het oorlog. Zuid-Afrikaanse troepen houden tegen de uitspraken van de Verenigde Naties in nog altijd Namibië, vanavond nog in het nieuws, bezet en dringen vanuit daar Angola binnen. Gevolg van deze agressie is niet alleen dat duizenden Angolezen naar veiliger streken vluchten, maar ook dat meer dan 70.000 vluchtelingen uit Namibië in grote kampen zijn ondergebracht, waar ze bestuurd worden door hun eigen bevrijdingsbeweging, de SWAPO. En over die mensen gaat de nu volgende documentaire van Manus van der Kamp.